Gentlemen, assalamu alaikum and welcome to the on the dunes here in the Kingdom of Saudi Arabia. This contest is the main event of the evening. 12 rounds of boxing for the heavyweight championship of the world. Brought to you live on Sky Sports Box Office and DAZN, and it's all presented by Mr. Eddie Hearn for Matchroom Boxing. In association with Skill Challenge Entertainment, AJ Boxing, and TGB Promotions. Proudly sponsored by our title partner, Public Investment Fund, with support by JD Sports. Sanctioned by the Saudi Boxing Federation, Director Omar Al-Ghamdi. Also sanctioned by the World Boxing Association, the World Boxing Organization, the International Boxing Federation, and the International Boxing Organization. Timekeeper at the bell from Denmark is Torben Kiele Thompson. The three judges scoring from ringside, should we go to the scorecards? From the United States, Glenn Feldman. From the United Kingdom, Steve Gray. From Canada, Benoit Roussel. And from Puerto Rico, World Championship veteran referee, Luis Pavón. And now, the officials are in place and they are ready. The fighters are in the ring and they are ready. Fight fans, are you ready? For the thousands in attendance and the millions watching around the world, ladies and gentlemen, from the Kingdom of Saudi Arabia, let's get ready to rumble! Introducing first, fighting out of the red corner, standing with his trainer, Rob McCracken, wearing white with red, official weight, 16 stone, 13 pounds, aka 237 pounds. Since capturing Olympic gold, he has a professional record of 23 fights, 22 victories, with 21 big wins by knockout and only one defeat. He's the former British champion, former Commonwealth champion, former international champion, from London, England, the challenger, former heavyweight champion of the world, AJ Anthony. And fighting out of the blue corner, standing with his trainer, Manny Robles, wearing gold and officially weighing... Joseph Parker, die overigens wel is verslagen werd natuurlijk door Anthony Joshua. Zeker maar, ook een topper. Ook een topper, ook een topper. Kortom, het is niet zomaar een pannenkoek die hier staat. Een dikke pannenkoek. De wereldkampioen. Juist. In vier verschillende bonden. Ja, zeker. Ga er maar aan staan. Joshua wil die titels terug. Rocky 1 hebben we gehad. Dat was in New York. Het is tijd voor Rocky 2. We zijn begonnen aan de rematch. The Clash on the Dunes. En wat voor gevecht gaan we krijgen? Anthony Joshua tegen Andy Ruiz. De verwachting is dus dat Anthony Joshua zeker gaat proberen om Ruiz wat meer op afstand te houden. Dat moet ook wel. En Ruiz zal dichterbij moeten gaan komen. Kan de Amerikaan weer in die striking zone komen en die handspeed gaan gebruiken? Ah, wie weet, kan hij hem dan toch weer pijn gaan doen? Altijd even kijken, aftasten, loeren in die eerste seconde van de wedstrijd. Het begint wel actief hoor. En, weet je, het is ook psychologisch wel sterk. Wie pakt die midden van de ring? En beide gingen naar het midden toe. Ruiz, die in ieder geval het midden heeft gewonnen in deze eerste fase. Maar Joshua heel geconcentreerd, goed wegstapt hier. Ja, initiatief neemt. Sterke punten. Ze hebben we natuurlijk al benoemd. Licht op de voeten toch wel, ondanks die 128 kilo. En die Ruiz Johnny, hij is heel goed in balans. Snel in de combinatie. Daar is het gevaar voor Anthony Joshua natuurlijk. AJ moet oppassen voor de handspeed van de Amerikaan. Je ziet het er niet aan af. Maar wat kan hij de slag overheen komen? Het zoeken, het aftasten, het loeren.
met name die jabs zal proberen Joshua natuurlijk de tegenstander een beetje op afstand te houden. Ziet daar de armen vooruit. Zal respect hebben gekregen voor de tegenstander. Daar waar hij misschien op voorhand het eerste gevecht. We hebben het uitvoerig besproken toen gedacht had dat het een eenvoudige partij zou worden. En daar gebeurde dus iets wat hij nog niet eerder had meegemaakt. Maar er werd wel gezegd voor dat gevecht in New York dat hij tijdens een van de sparringwedstrijden ook al knock-out was gegaan. En misschien dat het daardoor toch allemaal het zelfvertrouwen een beetje aangetast had. In ieder geval, hij heeft nu een half jaar na dit gevecht kunnen toewerken met maar één doel voor ogen, revanche. Voorlopig is het over en weer nog loeren, kijken, eigenlijk weinig scores, hè? Ja, weinig scores. En dus kijken van beide kanten. Lewis die wel het initiatief neemt, maar Joshua die goed meebokst, goed beweegt, geconcentreerd is en afstand houdt. We hoorden in dat eerste gevecht toen de coach van Anthony Joshua, Rob McCracken, zeggen: ga niet te veel door de knieën. Was dat een fout die hij maakte? Stond hij toen te laag eigenlijk? Ja, je moet niet te laag staan. Dat kost ook kracht. Als je spanning zet, zeg maar, op je benen, als je omlaag gaat. Dus je moet toch hoog blijven. Hier goed scoort, zeg. Goed doorheen. Oh, kijk. Oeh, ook blessure. Wenkbrauw open. Meteen. Oeh, dat is vroeg. Eerste ronde. Nou, dat is vervelend voor de titelverdediger, ja. Andy Ruiz. Een snelle rechtse die er overheen kwam. Over de dekking heen kwam van de Amerikaan. Ja, maar kijk even hier weer terug. Wow. Bam, dit is hem. Die komt er goed overheen. Overcrosspunch, overcrosspunch. Over die voorhand heen. Gestoten. Nog eens een keer vanuit de andere camerapositie. Zo. Mooi treffen. Einde van die eerste ronde. En dan trekt hij toch het initiatief naar zich toe op het einde. Anthony Joshua. Een beetje vet op de wenkbrauw. De gehavende wenkbrauw van Andy Ruiz. Die dus meteen weet weer tegenover wie hij staat. Een grote tegenstander. Een groot kampioen. Voorlopig is hij die kampioen. Laten we kijken of... Het zal niet veel anders gaan verlopen. Laten we niet vergeten, dat eerste gevecht ging het helemaal los in de derde. And now he's in the driving seat. He'll be, his confidence will be coming back. He'll have total belief in the tactics of the game. And that was a beautiful right hand that shook the head of Andy Ruiz and opened up the cup. But he boxed well, he was patient, he was calm, he was relaxed. And that's why he got that right hand. That's why he was able to land that right hand. Mark, if this was on June the 1st, he'd have rushed in like a lunatic. And this is the set that's going to be the difference going forward from Anthony Joshua. He's shown already in this first round, he's learned from previous mistakes. Remember, he was training for Jarrell Miller. And at 5 weeks' notice, Andy Ruiz got the call and shot the world. This time he's had a lot longer, Joshua, to prepare, but so too has Ruiz. Joshua trying to get the jab in on that damage. The white trunks and white boots and the gold. The white trunks and white boots and the gold of Ruiz Jr., who says he will give absolutely everything to take those belts back to Mexico. We know they'll be heading west, but where will they be stopping? Good jabs from Ruiz Jr. there. Fantastic work. Yeah, hard double jab from Ruiz, pushing in behind it, snapping the head back of Joshua. He know, you know, Joshua's knocked him into action now. He's a lot more purposeful here. He's coming forward. He's sharp now. He doesn't want to take any more of those right hands that he took in that first round. The thing he's got to be aware of there is backing up and lifting his chin up. Now, when them double jabs landed from Andy Ruiz, another right hand. Great shot from Joshua, and the cut opens again. Battle of the jabs at the moment. Joshua, he's lifts got, one in. He's got to keep going back on the angle, Adam. He can't go back in straight lines lifting his head up. And he did before, but on the second time he hasn't done it. So he's coming out on the angle all the time, which takes away Andy Ruiz's right hand over the top. All about distance, isn't it? Absolutely. He's using his feet. Yep, and he's keeping it. This is the range he wants to fight long. Keep it long, where you can land those hard right hands, those good jabs, keeping him at that range. Good left hook. Nice left hook after both exchange jabs to the body. And he's looking a bit busted up. Ruiz early on in the fight. And this long spearing jab of Joshua is working a treat. He's boxing brilliantly here. It's a lovely jab. Fluid jab. It's fluid and it's quick. Ruiz can't stop it. He can't see it coming.
And the thing with Lewis is, yes, he's cute inside, but he doesn't know what to do at this kind of range. He's lost. Looking for the right hand again, Joshua, and a big shot as well, and Ruiz in trouble inside the last minute of the second. He was just unsteady there, complaining a bit about the back of the head, but it's been a really good start this for Joshua. He's caught, but he is cut as well by the left eye, so both cut. How did that happen? It was a clash of heads, Adam. Head clash caused the cut, so both cut. We knew there would be drama second time around. And there is already, with so many rounds to go. The difference here that Adam, AJ was cut from a head clash and Ruiz was not cut from a punch. So if this does go to point after four rounds, Anthony Joshua wins if Ruiz can't box on with the cut. If it goes to points, because Joshua is going to the points. Joshua's boxing well here. He's boxing, he's controlling the range. He's not standing in front of Ruiz. He's not panicking. He's back on his toes. He looks nice and relaxed. His jab's good. His right hands are really